Oké, Zo. ik ga het echt doen. In het Nederlands praten over een boek. Eigenlijk is een van de redenen dat ik dit graag wilde doen, omdat ik net dit boek gelezen heb. Kinderen van Moeder Aarde bij Thea Beckman. Dit is een van mijn favoriete jeugdboeken. En nu heb ik het herlezen, omdat het in de aanbieding was in een van de boekhandels hier. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Het verhaal speelt zich af ver in de toekomst na een hypothetische derde wereldoorlog. Het was een gigantische kernoorlog. De hele aarde is verwoest. De meeste mensen zijn dood. Het was eigenlijk nog erger dan iedereen altijd had gevreesd. Of nu nog steeds vreest als we over een derde wereldkernoorlog praten. En een van de meest gigantische gebeurtenissen van deze oorlog was dat de aardeas is gekanteld. En dat nu dus de Polen en de Evenaar op een andere plek liggen. En dit verhaal speelt zich af in wat wij Groenland noemen, maar de mensen in deze wereld na die oorlog Thule noemen. En het heeft dus nu een geweldig klimaat met warme zomers en koude winters en bergen en geweldige bossen. Eerlijk gezegd zou ik er zo willen wonen. Uiteindelijk komt de mensheid er toch bovenop en beginnen er zich weer wat beschavingen te ontwikkelen. In Thule is een heel ander type samenleving dan wij hier gewend zijn. Omdat volgens hen in ieder geval mannen de aanzichten waren van de Derde Wereldoorlog, zijn mannen verbannen van alles wat maar enigszins met macht te maken heeft. Dus alle belangrijke posities worden uitgevoerd door vrouwen, alle belangrijke beslissingen worden door vrouwen genomen. Want de Thulenen zijn ervan overtuigd dat zij toch met meer intuïtie en gevoel dat gewoon veel beter kunnen. Ondanks het feminisme zijn zelfs wij daar nog niet. Dus het biedt zeker een erg interessant perspectief. Daarnaast hebben ze ook besloten om veel meer respect te tonen voor de natuur. Ze hebben geen elektriciteit, dus ze doen alles in wat voor ons over zou komen op een heel primitieve manier. Het spannende gedeelte in het boek komt als een schip uit wat eerst Europa was aankomt. Ze hebben ook een nieuw rijk ontwikkeld, dat heet het Badense Rijk. En zij zijn heel erg gaan lijken op hoe het hier eerst was. Goud is erg belangrijk, industrie, oorlog voeren, allemaal dat soort dingen. Als zij bij Thule aankomen, zien ze het meer als een potentiële kolonie waar ze ontzettend veel grondstoffen vandaan kunnen halen en heel veel rijkdommen. En de Thulenen willen dat uiteraard niet. Dat is ongeveer waar het begint. De hoofdpersoon is Christian, dat is de zoon van de baas van Thule eigenlijk. De Conega noemen zij die. En ik moet zeggen dat hij hoort 16 te zijn, alleen in zijn gedrag zou je dat soms niet echt merken. Maar goed, hij is wel een heel sympathiek karakter en het is erg makkelijk om met hem mee te voelen. Dus in dat opzicht is het zeker geslaagd. Als ik het nu lees, ten opzichte van hoe ik het bijvoorbeeld 10 jaar geleden las, moet ik wel zeggen dat het heel duidelijk een boek is wat voor wat oudere kinderen geschreven is. Daar heb ik jonge tieners eigenlijk. En je kan ook heel goed merken dat het boek al vrij oud is. Ik geloof dat het uit 85 komt. Yep. 85. Hoewel er niks mis mee is en het eigenlijk wel heel leuk vind, is het wel heel duidelijk een 20e eeuws boek. Het is veel, de schrijfstijl is wel anders dan je nu meestal ziet. En omdat het voor kinderen geschreven is, is ook het karakterontwikkeling is heel anders dan je zou verwachten in normale romans voor volwassenen. Maar of je het nou leest uit nostalgische overwegingen of als eerste keer nu, kan ik het je zeker nog steeds echt aanraden. Want wat ik nou heel leuk vond, was juist die maatschappelijke kant van het verhaal. Wat ik erg mooi vond, was dat Thea Beckman voor elkaar kreeg door heel veel problemen die wij nu hebben om te draaien, aan te tonen wat er eigenlijk mis is. In deze vrouwenmaatschappij hebben mannen eigenlijk niks voor het zeggen. En zowel de zoon als de man van de collega komen daar een beetje tegen in opstand. Waardoor het heel duidelijk wordt dat één type mens alles laten leiden gewoon niet werkt. En dat uiteindelijk ze op zoek gaan naar een oplossing waarin beide geslachten goed vertegenwoordigd zijn. En ik denk dat dat is wat hier ook gebeurt en soms nog steeds aan het gebeuren is. Zoals je hier feminisme hebt, heb je het daar een beetje andersom. En hetzelfde geldt voor omgaan met de natuur. Zij gaan zo voorzichtig met de natuur om dat het eigenlijk vooruitgang in de weg staat. En ook dat komt heel duidelijk naar voren. Opnieuw laat het naar mijn mening zien dat het allemaal gaat om een soort van juiste balans vinden. En volgerwijs zijn dat ook weer eigen opvattingen. Hoewel zowel de Thulenen als de Badeners eigenlijk ontzettend stereotypisch worden omschreven, vond ik het mooie aan de manier waarop Thea Beckman dit geschreven heeft, dat ze eigenlijk aangeeft dat dat juist niet goed is. En dat je in elke soort groep gradaties hebt en individuele verschillen. En dat het heel lastig is om die als buitenstaander van die groep, zeker als het een groep is die eigenlijk tegenover je staat, goed te zien. Omdat je heel erg beïnvloed wordt door je eigen gevoelens en je eigen achtergrond. Zowel onder de Thulenen als bij de Badeners zijn er mensen die niet voldoen aan de stereotypische manier waarop hun maatschappij georganiseerd is. En in het begin merkt eigenlijk niemand dat. Maar in het boek komt dat een aantal keer naar voren. En dat mensen eigenlijk positief verrast zijn van elkaar. En dat mensen heel erg veranderen. En daarmee ook het gedrag van hoe iedereen met elkaar omgaat veranderen. In dat opzicht zet het je heel erg aan het denken. En dat is wat ik heel erg leuk vond. Als je het gelezen hebt, laat me weten wat je ervan vond in de comments hier beneden. En als je nog andere boeken hebt of tips hebt voor mij, dan zou ik die ook heel graag horen. Want ik vind het leuk om nieuwe boeken te lezen. Zo, binnenkort!